Zo, welkom terug allemaal. Vandaag een video waarin ik verder over de Rode VideoMic Pro zal spreken. En meer bepaald waarom ik die microfoon gekozen heb als externe microfoon. Dus ik heb een eerdere video uitgebracht waarin ik uitgelegd heb dat ik overgestapt ben van het gebruik van de interne microfoon naar de Rode VideoMic Pro microfoon. Ook heb ik uitgelegd wat er misgegaan is, maar dat was eigenlijk gewoon puur een verkeerde instelling of meerdere verkeerde instellingen van mijn kant. Maar nu zal ik dus nog even toelichten waarom ik eigenlijk die microfoon gekozen heb. Sowieso, als je op zoek gaat naar een externe microfoon voor je camera, dus over het algemeen is de interne microfoon ontoereikend. Nu, bij de Sony Alpha viel dat op zich nog meer zolang dat in een gecontroleerde omgeving werd. De verschillende opties die er zijn, je zal al snel uitkomen bij de microfoons van het merk Rode. Ze hebben ook een aantal modellen. Ik heb nu zelf de VideoMic Pro gekozen. En voor mij het belangrijkste is eigenlijk, er zijn een drietal modellen van belang. En je hebt de microversie, de Rode VideoMic Micro, wat eigenlijk een kleine versie is. Dan heb je de Rode VideoMic Go, wat een herkenbaar aan de rode bevestigingspunten onderaan. En je hebt de Rode VideoMic Pro, deze die ik zelf gebruik, nu op de Sony Alpha 7 bijvoorbeeld, waarmee ik nu aan het filmen ben. En juist omdat ik ermee aan het filmen ben, zal ik even de verpakking gebruiken om een aantal dingen toe te lichten. Dus de reden dat ik zelf voor de VideoMic Pro versie ben geweest, dat is de versie die iets minder dan 200 euro kost. Voor mij was het belangrijkste dat er een versterker ook in de microfoon zelf ingebouwd was. Dus het grote verschil tussen, of een van de verschillen tussen de VideoMic Pro en de VideoMic Go, is dat je in deze Pro-versie, dus met een ingebouwde versterker zit, als je hier kijkt, dat is het stuk wat hier onderaan de microfoon te zien is, waar een 9 volt batterij in zit. Dus er zit elektronica in de microfoon verwerkt, waardoor het signaal dat naar de camera gestuurd wordt al versterkt is, waardoor je eigenlijk de versterker van de camera, die over het algemeen van minder kwaliteit is dan de versterker ontwikkeld specifiek voor één ding. Dus dat moet eigenlijk maar één ding doen, het geluid versterken, terwijl de camera 1001 dingen moet kunnen doen. Dus spreekt voor zich dat die versterker veel gespecialiseerder is en veel beter is in die taak van het versterken van het geluid. Dus dan kan het geluid al versterkt naar de camera verstuurd worden en hoef je die interne versterker van de camera minder te gebruiken. Dat is eigenlijk het grote voordeel van de Rode VideoMic Pro tegenover de andere modellen van Rode zelf. Dus hier zie je ook de aandrijving van het merk op die hoes. Is dat over het algemeen aangeduid bij Rode, dat is een van de kenmerken. Maar op de Go-versie bijvoorbeeld is dan dit systeem, dus dat is het Ricoh systeem, dat is een bevestigingssysteem. Dus op die Go-versie is dat rood gekleurd, zo is die Go-versie gemakkelijk te herkennen. En die is ook iets compacter omdat je dat stuk van die 9 volt batterij daartussen hebt. Wat doet dat systeem? Misschien snel even over dat systeem ook spreken, van die ophanging. Dat zal eigenlijk ervoor zorgen dat allerlei trillingen en bewegingen in uw camera of aanrakingen zelf van uw camera, dat dat niet doorgegeven wordt aan de microfoon zelf. Moest dat er niet zijn, moest je die microfoon rechtstreeks monteren op de camera, dan zou de minste beweging, het induwen van een knop bijvoorbeeld zelf, of het scherpstellen van de lens, al dat soort dingen zou allemaal storende geluiden veroorzaken in de microfoon. Dus daarom is dat zo gemonteerd. Eigenlijk, dit is al de herziene versie, dus dat heeft het Ricoh systeem. Dat is hetgeen dat hier vermeld staat. En hier ook. Integrated Ricoh Lire Suspension, dus een suspensiesysteem, een verend systeem. De vorige versie van de VideoMic Pro, dus moet je tweedehands kijken bijvoorbeeld, is opgehangen met rubbers, met een systeem met elastieken eigenlijk. Er waren een aantal elastieken meegeleverd, voor moesten die stuk gaan. Maar dus deze heeft het vernieuwde Ricoh systeem. Andere features van, of kenmerken beter van deze microfoon, je ziet hier al meteen, er zijn eigenlijk achteraan op de microfoon heb je twee knoppen. En een van de knoppen is voor het instellen van de boost level. Dus je hebt eigenlijk hetgeen wat ik daarnet uitlegde van de versterker, de ingebouwde versterker, kan die op min 10 decibel instellen. Dan zal die weinig versterken. Je kan die op 0 decibel instellen, wat neutraal is. Zo gebruik ik zelf ook de microfoon op dit moment. Of je kan die op 20 decibel gaan instellen, wat dan eigenlijk het geluid nog extra gaat boosten. En dat heet hier ook plus 20 decibel level boost. Dus dat is een van de features van de microfoon. Een andere feature vind ik zelf ook wel belangrijk, is dat je eigenlijk gebruik maakt van standaard batterijen. Het zijn 9 volt van die rechthoekige 9 volt batterij. En die gaat, hier staat tot 70 uur mee, maar het komt eigenlijk vooral op neer dat je goedkope vervangbare batterijen hebt. Je kan daar, als je dat wilt, een herlaadbare batterij gebruiken ook. Maar je kan dus ook altijd een reservebatterij meenemen. En dat is een belangrijk punt, want je moet de microfoon
vanzelf in- en uitschakelen. Je kan die dus vergeten uitschakelen. En als je die vergeet uit te schakelen, zal die logischerwijs leeggetrokken worden, de batterij. Dus dan zal je, als je geen extra batterij bij je hebt, niet verder kunnen opnemen. Wel een nadeel van die knop, dus van het feit dat je de microfoon zelf in- en uit moet schakelen, is dat het kan gebeuren dat je die vergeet in te schakelen. En dan maak je eigenlijk een opname zonder geluid. Want zeker bij de Sony Alpha 7, als je van zodra dat je microfoon aansluit op de camera, dan zal die de interne microfoon niet meer gebruiken. Dus als je dan een microfoon aansluit die eigenlijk niet geactiveerd is, dan neemt die ook niks op. Dus dan heb je eigenlijk een video zonder geluid op dat moment. Eigenlijk dan kun je alleen maar de video opnieuw opnemen. Dat is de enige optie die er nog overblijft. En nog 10 jaar garantie. Nu eigenlijk op het moment dat ik de microfoon zelf aankocht, was er ook een promotie, dat zie je hier, dat je gratis een extra windshield geeft. Dat, hier, dat zijn die DeadCat systemen. Dat is een extra hoes die eigenlijk over die microfoon nog geschoven kan worden, die nog meer het windgeruis en storende geluiden zal filteren. Dat kunnen er gewoon, ja, dat is echt gewoon erover schuiven en er zit hier een velcro om het iets wat te bevestigen. Andere features heb ik nog iets vergeten. Ik zie hier een aantal dingen nog staan. Ja, het is dus een shotgun microfoon. Dat zie je hier ook, een on-camera shotgun microfoon. Dus je kan de microfoon op de camera bevestigen aan de hand van die verende mount op, dus die bevestiging hier op de flitsschoen. Of er zit ook een aansluiting op voor een statief, dus zo'n schroefdraad aansluiting. Het is een shotgun type, dus dat betekent dat het is een langwerpige microfoon die gericht is op het opnemen van geluid van alles wat van voorkomt. Dus eigenlijk alles waar de camera naartoe gericht is. Een klein beetje geluid van opzij en zo weinig mogelijk geluid van achter de camera, van eigenlijk de film, de persoon die de camera bedient. En dat is ideaal voor situaties zoals deze bijvoorbeeld, dat je interviews doet, dialoog voert. Dan heb ik nog features gemist. Ik zal snel even mijn blad overlopen, maar ik denk wel dat ik het meeste gezegd heb. Dus dat was op dat moment was dat een promotie. Ik weet niet of die promotie nog altijd loopt. Ja, belangrijk, ik heb dat nu niet vermeld. Ik heb het in mijn vorige video wel vermeld. Maar je hebt dus een aan-uitknop. Maar die aan-uitknop heeft ook een derde stand, wat eigenlijk de low-pass filterstand is. Dus naast uit, aan, zonder lowfilter heb je ook nog een derde stand aan met lowpassfilter. En die lowpassfilter, ik raad wel aan die altijd te gebruiken tenzij dat je muziek opneemt ofzo. Maar die zal, zeker voor stem, zal die eigenlijk de ruis, de achtergrondruis, nog meer gaan verminderen, gaan onderdrukken. De recordbevestiging heb ik ook al besproken, dus de prijs ligt rond de €200, heb ik gezegd. Er is verder een, bij de Rode VideoMic Pro versie hangt er een vaste kabel aan de microfoon zelf. Bij de Go versie, dus de iets goedkopere variant met de rode bevestiging, is die kabel rood. En dan kan je die loskoppelen zowel van de microfoon als van de camera. Dus dan kan je die kabel vervangen. Nu, er is nog één tip dat ik je zou willen meegeven. Dus naast mijn vorige video bekijken waarin dat ik eigenlijk de voornaamste instelling bespreek, is het ook belangrijk dat als je je telefoon bij de hand hebt en bij de opname gebruikt, dat je die zeker op vliegtuigstand zet. Want bij het minste dat uw telefoon ontvangst zal krijgen of communicatie zal voeren, zal u ook storende geluiden krijgen in uw opname. Dus zeker je telefoon op vliegtuigstand plaatsen als je de opname start. En daarin heb ik alles gezegd, denk ik, van de microfoon. Ik ben er zelf heel tevreden van. Je kan zelf ook oordelen over de kwaliteit van het geluid. En ik denk vanaf nu zullen zo goed als alle video's die ik maak met, of het toch het geluid ervan met die microfoon opgenomen zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.